Yes, yes, yes. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Train Simulator 2016. Mijn naam is Victor en hoppakee. Bij deze zijn de passagiers aan het in- en uitstappen, al zijn de deuren niet open. Best raar is dat altijd, vind ik. Maar vandaag heb ik gewoon de mededeling helemaal weggeklikt. Dat is jammer. Maar het ging er in ieder geval op dat er maar één spoor beschikbaar is. En er zijn werkzaamheden en daarom rijden we met deze mat 64. Excuses, ik ga dat echt proberen nooit meer te doen. Want dat vind ik echt zelf ook heel leuk, die berichten. Dus dan ga ik dat natuurlijk niet nog een keertje doen. Even kijken. We maken een mooie screen. En we gaan even kijken in het mooie Roosendaal. Wat daar nog allemaal te zien is. Dat hier nog een mooie mat 64. Vooral oud materiaal staat hier wel. Dat is wel opmerkelijk eigenlijk. Goed, dan zetten we de koers. De richting ga ik naar voren. Wij zetten natuurlijk zoals gewoonlijks even de koersborden. Goed. Even kijken. Waar zullen we die eens op zetten? Den Haag, denk ik maar. Dat denk ik dat wel handig is. Dan gaan wij kruipen we in de cabine. Dan zetten wij de ATB aan. En dan de remmen kunnen er een beetje af. En dan zijn wij klaar om te vertrekken. Dus dan kunnen wij even wachten tot wij ook daar de toestemming voor hebben. Ik neem even een slokje van mijn koffie. Ja, weet je wat het is? Ik zit al eens te denken. Bjorn, Dutch Camel Gamers, die hebben allemaal geen facecam. Maar ik durf te wedden dat die ook echt wel een keertje als ze stil zijn even een slokje drinken nemen. Want ja, jullie snappen echt wat ik bedoel. En jongens, drinken is goed. Dus ja. Goed, de passagiers die zijn ingestapt zo te zien. Ik denk dat wij 10 over mogen vertrekken. Vertrek nu naar Oudebos. Let goed op de TSB-borden. Er zijn een aantal snelheidsbeperkingen onderweg. Nou, we gaan het zien. En ik vind het wel eens leuk om juist met de mat 64 te rijden. Dus ik zou zeggen, duimpje omhoog voor de mat 64. En daarna komen we nog op Zevenbergen. En daarna gelijk door naar Dordrecht. Dat is een bijzondere dienstregeling wel. En ik ben heel benieuwd naar die aanpassingen dan. Van die snelheden. Nou, hier naar de 80. Hier. Zo. Nog steeds 40 weer. Waarom we hier nou serieus over een wissel gingen. En hier weer? Hè? Ja, dat snap ik echt niet. Oké, nou, ik vind het heel raar. Maar goed, in ieder geval wat wel even een leuk dingetje is misschien. Even kijken, mogen we hier naar 80? Ik ga het heel even afwachten. Ik ben benieuwd. Ik denk, juist. Wat ik even... Kijk, het is nu dinsdag. En dit is... Nu jullie deze aflevering bekijken, is er iets heel speciaals aan de hand. Want vandaag trek ik namelijk in mijn nieuwe huis. Ik loop ietsjes voor. En zoals de meeste mensen weten, 1 november hou ik dus een pauze. Dan is het voorlopen ook even klaar. En... dan mogen we met zo'n flinke tempo hier langs, joh. Dan is het ook even klaar. Maar jullie raden nooit. Ik was dus, nu ik dit vandaag opneem. Ik was aan het werk. En ik zat mijn werk te doen. Ik zat hier even in een aparte ruimte eigenlijk. Om meer te zeggen. Dat is een soort ruimte. Dat is gewoon eigenlijk een soort controleruimte. Ik kan er ook niet te veel over vertellen. Maar in ieder geval, want dat vindt mijn werkgever niet leuk als ik daar te veel over vertel. Alleen, het zat er dus op neer. Toen kwam er opeens, dat is ook een ruimte, daar zitten ook de werkshirtjes. Wat is daar nou leuk aan? Ik zat dus mijn werk te doen en ik zat achter een soort scherm. Iets te doen voor mijn werk. En opeens hoor ik hoi. Nou, ik hoor opeens hoi terug. Ik zei, ja, hoi. Ja, ik weet niet. En er zat ook iemand naast mij. En daarna, ik bedoel, er zeggen wel vaker mensen hoi gewoon. Hè. En opeens daarna was het weer hoi. En ik denk van, oké, hoi, hè. Zal wel. Oké, leuke begroeting.
En toen liep die jongen vervolgens met mijn baas mee. En toen zei ik tegen diegene naast mij, ik ken die helemaal niet. Wie is dat? Nou, oké, vervolgens wil je dat natuurlijk weten. Dus ik, vervolgens mijn baas, die kwam toevallig terug. En ik vroeg, goh, wie was dat nou eigenlijk? Ja, dat is Jerome Vet. En ik zei tegen Jerome, ah, dus nu ben jij mijn collega. Dus dat betekent dat ik eigenlijk samen op hetzelfde werk zit als Jerome. Ja, ik doe heel iets anders dan Jerome. Maar het is wel leuk om zo te zien, zeg maar, dat je... Ja, hoe moet ik het uitleggen? Dat je dan opeens collega's bent. Dus dat is wel een heel leuk dingetje vandaag. En ik vind het ook oprecht heel gaaf dat, zo, dat ik gewoon... Mocht ik eens een keer een vraag hebben, dan loop ik naar hem toe en dan vraag ik het, weet je. En dat niet alleen, maar het is gewoon heel leuk dat je Game Channel hebt en dat je dan, ja, dat hebt, zeg maar. Dat is heel leuk. Alleen ik heb wel aan Jerome gevraagd, ik zei ja, op het moment werk weten mensen niet dat ik Game Channel doe, dus laten we dat ook even zo houden. Maar dat snapte hij wel, dus nou, in ieder geval, dat was wel een bijzonder dagje. En nou jullie allemaal deze aflevering bekijken, ben ik dus vandaag waarschijnlijk nu aan het verhuizen in mijn nieuwe huis. En dat is wel leuk, dus als jij dit nu kijkt, dan sta ik te zoeken in mijn nieuwe huis. En natuurlijk komt daar binnenkort een vlog van online. Geen paniek jongens, ik kan dat natuurlijk niet zonder enige, hoe moet ik dat noemen? Enige dingen laten gebeuren en jullie krijgen een complete vlog, echt waar. En ja, ik ben heel benieuwd wat jullie er ook van gaan vinden. Alleen ik wil eerst zelf even alles voor mij op een rijtje zetten. Een nieuw huis. Kijk, weet je wat het is? Thuis ben je vertrouwd. En weet je, oké, daar ben ik thuis. Maar als je opeens een nieuw huis hebt, dan moet je alles weer heel even op een rijtje zetten, vind ik zelf. En helemaal als ik veel werk. Het is allemaal compleet voor mij anders. En daarom wil ik gewoon heel even binnenkort een maandje even, ja, een rust, zeg maar. Dus jullie moeten zo zien. Kijk, Dimitri die heeft nog wel eens dat hij er een paar keer niet is geweest. Gino ook. Alleen ik ben al sinds 2014 non-stop met YouTube bezig. Dus ja. Dus dit is gewoon een moment waar ik ook al heel lang mee bezig ben om op mezelf te gaan wonen. Dus ik weet niet, voor mij is het best... Ik heb er gewoon heel veel zin in. Goed, we komen aan op station Oudenbosch. En dan gaan wij onze passagiers even in en uit laten stappen natuurlijk. En aan de rechterkant zie ik daar nou een DDZ staan. Dat is dan wel weer opmerkelijk in de dienstregeling. Mat 64 en een DDZ. En ik zie dat ik hem best eventjes op de rem mag gooien. Eigenlijk dacht hij eigenlijk wel helemaal op 100%, denk ik. Want ik rijd eigenlijk veel te snel, zie ik. Maar ik heb jullie beloofd dat ik niet nooit meer verder te zou doen, dus dat ga ik ook niet doen. Zo. Maar die Mat 64, het is af en toe wel even goed dat ik er weer in rij hoor. Anders verleer ik het gewoon compleet weer. Dus ik ben blij dat ik er even met de Mat 64 aan het rijden ben. Nou, hier zien wij dat ze ook al bezig zijn. Dus ik denk, dit is wel heel leuk aan het scenario. Want dit hebben ze er waarschijnlijk zo ingezet dat ze ook echt daadwerkelijk bezig zijn. Ik ben benieuwd of we zo meteen nog meer van die dingen hebben. Dus ik ga eventjes een kleine flyover doen. Ik weet het niet, misschien hier nog. Nou, het valt mee nog. Wie weet het niet, wellicht komen we zo meteen iets tegen en zeggen we, nou, dat is leuk. Maar in ieder geval, dit is een superleuke toevoeging in principe. Ja, dat vind ik wel grappig op zich. Even kijken. Oh. Zo, maar we hebben gewoon 3 bakken Mat 64, jongens. Of 3. 6. 3 stellen. Jongen, maar dat is best lang. 2, 4, 6. En 6 bakken DDZ. En het is allebei even lang, zal het zo zien. Dus dan kloppen die bakbordjes natuurlijk, komen dan wel erg uit. Erg goed uit. Goed, we gaan snel terug in de cabine. En om 18 mogen wij waarschijnlijk gaan vertrekken. En dan gaan wij door naar...
Zevenbergen en dan eindpunt Dordrecht. Deze dinsdag de korte aflevering natuurlijk. Maar dan weten jullie in ieder geval dat de komende tijd even ietsjes anders zou zijn. Ik moet mijn afleveringen wat anders gaan doen en wat sneller. En ja, ze zijn natuurlijk leuk. Ik heb natuurlijk mijn vlotte babbel weer bij. Ik ben weer druk bezig. Zondag gaan we weer de comments behandelen. Dus het gaat allemaal goed komen. En als er af aankomende vrijdag een keertje geen farming is, weet dan dat ik druk bezig ben met verhuizen. En dat het gewoon even misschien wat slordiger is. Maar als ik zeg dat er afleveringen komen, dan wil ik er ook alles aan doen dat het gewoon komt. Dus dan weten jullie dat. Nou, de passagiers zijn bijna ingestapt. Even kijken. Zo. Ik vind het altijd wel gaaf. Om, moet ik dat uitleggen? Om zeg maar zo. Even kijken, hoe kan ik dat mooi erop krijgen? Dat je zo allemaal de deuren tegelijk dicht ziet gaan, zeg maar. Dat vind ik altijd gaaf, zou ik zeggen. Goed gedaan, maar blijf nog steeds opletten. Er zijn nog 2 tijdelijke snelheidsbeperkingen. Vertrek nu naar Zevenbergen. Top, dan gaan we dat doen. Even kijken. Oké. En ik ben benieuwd of ik nou zo meteen nog meer van die aparte, rare, gekke gevallen zie, zeg maar. Dat is wel een apart dingetje op zich, hoor. Oh. Dat er weer dat ze opeens aan het spoor bezig zijn. En, maar ik vind dat juist altijd wel leuk aan de scenario zelf. Dat je dat dus zo kan aanpassen. Dus dat vind ik heel gaaf. Maar het aparte is eigenlijk zo meteen dat... hoe moet ik dat uitleggen? Oh, hier zijn ze ook nog bezig, joh. Dat is wel leuk op zich. Een leuk detail weer. Oh, maar ze zijn hier ook gewoon echt bezig met... Ja, jammer dat het niet helemaal mooi is, maar... Oei! Maar ik weet niet, volgens mij... Ik weet niet precies wie dit scenario gemaakt heeft, maar dit is natuurlijk wel een heel mooi detail. Ook die snelheden die aangepast worden. Ik vind het heel gaaf, moet ik zeggen. Zo. Dan gaan we weer door. Naar de 130. En ik wil toch even weten, jongens. Want er zouden nog een aantal snelheidsaanpassingen komen. Dus dat betekent dat er nog wel eens wel eentje moet zijn. En dan ben ik toch wel heel benieuwd of ik een... Ja, ik wil toch even, het zou gaaf zijn, een soort screenshot kunnen hebben. Even kijken. Nou, dat gaat denk ik niet meer komen. Dat is jammer. Oké, nou ja, prima. Maar laat in ieder geval ook even weten, jongens, wat jullie graag zouden willen voor het nieuwe Game Channel. Want ik ben er nog steeds over aan het denken. En ja, ik vind het natuurlijk ook heel moeilijk. Volgens mij hebben wij een rood sein, jongens. Waarom gaat anders de ATB af en er staat nog steeds... Oh, 40! Zo. Dan gaan we waarschijnlijk een wissel over, denk ik. Ah, het was niet geel, dus... Oh, hier zitten ze ook alweer bezig.
gaan we hier waarschijnlijk zo een wissel over, denk ik. Oh, maar nu mogen we weer... Oké, okay, heel raar. Dat zal waarschijnlijk zijn geweest omdat daar mensen aan het werk zijn of zo, denk ik. Geen idee. Het is een heel apart scenario. En ik vind ook best dat we hem nog goed... goed bereiden eigenlijk. We zijn weer mooi op tijd, dus... Ik denk dat ik niet te klagen heb. Zo. Oké. Nou, natuurlijk 6 bakken mat 64, dus laten we hem even goed op het perron neerzetten. En wat ik altijd wel lekker vind aan de mat 64, hij heeft echt nog zijn ouderwetse rem. En dat vind ik zo lekker. Aan de kant komt een MDDM natuurlijk voorbij. En dit gaat net passen, jongens. Net. Oh nee, een DDR. Mijn excuses. Zo. En dan ben ik benieuwd of die er ook echt helemaal op staat nu, hoor. Even kijken. Ja. Kijk aan. Netjes. En hier zie ik iemand... En dat is al lang geleden dat we daar iets mee gedaan hebben, moet ik zeggen. Dus ik zou zeggen, we hebben gewoon de tijd. Het is, de dag is hier eigenlijk ook al voorbij. Laten we gewoon een feestje vieren. Ik zou zeggen, mevrouw Koptelefoonmans, here we go! Oh nee, wacht. Ze mag natuurlijk niet weggaan. Gaat ze in een hoekje staan, hoor. Gaat ze in een hoekje staan. Nou oké, daar komt hij dan. Here we go! Op Zevenbergen gaat ze los. Nina Sofia. Ja, ik denk dat we wel weer genoeg hebben. Ik hoop natuurlijk niet dat ik het vergeten ben erbij te editen. Oh, wat vond ik dat toch knullig van mezelf. Dat ik dat gewoon een paar keer vergeten ben. Dat vond ik echt zo knullig van mezelf dat ik dat vergeten ben, hè. En ik zoek eigenlijk eventjes nog een mooie punt waar ik een screenshot kan maken. Waar ze echt nog bezig zijn. Maar ik twijfel of ik dat nog ga meemaken. Misschien dat ze op Lage Zwaluw juist bezig zijn. Dat ik daar nog wat kan scoren. Maar ik weet het niet. Passagier is ingestapt. Volgend station Dordrecht, het uitrijsein van Lage Zwaluw kan rood zijn. Hier kan je gewoon langs. Oké, dan weten we dat ook weer. En er is toch een pittig eindje nog. Dordrecht spoor 2A. 22 kilometer. Dus ik ben benieuwd. Maar waarschijnlijk rijden we daar natuurlijk heel wat tijd weer uit. Zo. Volle bak tractie. Nou ja, en Dimitri is natuurlijk alweer een tijdje eigenlijk een soort van gestopt bij Game Channel en hoop vragen. En dan vroeg ik mij wel eens af, jongens. Ik heb ook tegen Dirk gezegd, ik zei, joh, ik wil ook best Farming Simulator doen, hoor. Dat jij Train Simulator doet. Maar dat zat hij ook niet zitten, want ja, ik hoor een hoop mensen die zeggen wel eens, nou, ik vind het knap dat jij een aflevering Train Simulator helemaal vol kan praten, lullen. En dat is in principe natuurlijk ook een vak apart, een aflevering van 25 minuten gewoon vol praten en je praat tegen de kijker in principe.
En that's it. Kijk, en dan is een dinsdag aflevering niet door kort. En dan moet ik het ongeveer een half uur maximaal doen. En op zondag heb ik comments. Ja, dan kan het wat langer zijn. Dus dat komt allemaal weer mooi overeen. Maar ja, weet je wat het is? Ik wil ook niet de hele tijd gaan drinken en zo tijdens de aflevering. Dus ik hoop dat jullie dat een beetje begrijpen. Dat ik daarom de korte aflevering altijd op de dinsdag doe. En dan, dus niet de comments behandelen. Maar aanstaande zondag, dan doen we gewoon de comments natuurlijk weer behandelen. Zo. Ik ben benieuwd als je nou met die trein ook echt serieus door in dat rode komt. Gaat die dan ontploffen? Stroomafnemen pomp. Grenzing normaal. Verlaagd. Verlichtingmeters. Verwarming voet. Ja, als ik altijd een lang stuk heb, dan ga ik altijd aan de knopjes zitten. Oh, nee, dat moeten we ook niet hebben. Autocompress automatisch. Stroom afnemen. Oké. Nou, we hebben weer wat geleerd. Passeren wij hier zo'n lage zwaluw natuurlijk. En ik vind het apart dat wij daar niet moeten stoppen. Dat vind ik toch wel heel bijzonder eigenlijk. Zo. En dan wil ik eigenlijk hier nog een mooi screenshot van maken, jongens. Even kijken. Hier komt nog een mooie Mat 64 ons voorbij gepasseerd. Ah, jammer. Jammer. Oh, en een noodrem, jongens. Een noodrem. We gaan toch nog stoppen op lage zwaluw, denk ik. Zo te zien. Ja hoor. Wat heb ik nou weer gemist? Ik denk 40, maar... Ik denk de passagiers, hè, maar we stoppen hier toch helemaal niet? Nou ja, dat is mooi. Hoppakee. Die hebben we zo. Ja, het was natuurlijk van tevoren gezegd, hè? Ik weet het. Alleen dan ben ik heel... Oh, dat rode sein natuurlijk, ja. Maar dat kunnen we gewoon voorbij rijden, stond er. Dus dan gaan we dat natuurlijk ook doen. Alleen dan ben ik wel benieuwd waarom die aangeeft dat het rood is. Dan staat er niet ergens een trein of zo. Even kijken hoor. Het zal dan toch wel ergens zijn. Heel raar. En we kunnen weer door. Zo. En natuurlijk het mooiste stuk komt zo meteen hier nog. En dat is de prachtige brug. Ja, ik vind het nog steeds... Het mooiste stuk uit eigenlijk heel de Zuidwest-Nederland route. Zo.
Kijk eens jongens hoe prachtig dit stuk is. Echt heel mooi nog steeds. En ik ben ook wel benieuwd hoe ver loopt dat water hier nou eigenlijk door. Daar heb ik natuurlijk de letje natuurlijk nooit op. Maar dat water hier zo jongens. Hoe heeft onze Jerome dat gemaakt? Het loopt hier over op gras. Op zich, het is natuurlijk heel gaaf zo hè. Ja, ik vind het nog steeds gaaf hoor jongens. Kijk, en als we het nou zo kunnen doen. Kijk, dit is natuurlijk gaaf, hè. Ik vind het nog steeds gaaf, jongens. Maar dat is mijn mening. Dat kunnen jullie natuurlijk heel anders ervaren. Goed, we geven een beetje meer snelheid erbij. En ik vind het nog steeds apart dat wij niet stoppen op Dordrecht-Zuid... En Lage Zwaluw, want het lijkt me ook weer geen intercity dienst, want die stoppen niet op Zevenberg en Oudenbosch. Dus ik vind het heel apart, maar oké. Okay. Zo. Snelheid erbij. En een tijdje geleden was ik thuis nog met de auto weg. Ik weet niet meer precies waar ik naartoe was. Volgens mij was het toen ik met Gino die 2000 subs video ging opnemen. Toen kwamen we hier links ook voorbij. En dan kijk ik altijd op een of andere manier toch nog naar het spoor. En dan ga ik het vergelijken met hoe het op de route is. Maar ik denk dat de meeste mensen dat wel doen in die Train Simulator spelen. Die gaan het gewoon vergelijken. Met hoe het in het spel is. En niet hoe het in het echt is natuurlijk. Want dat doe je natuurlijk als eerst. Goh, hoe is het in het echt? En dan ga je kijken. Goh, lijkt dat ook? Tenminste, zo bekijk ik het altijd. Dus dat is wel een grappig dingetje. En ik denk ook niet dat ik dat ooit anders zal gaan doen hoor. Dus... zo... Andere kant komt nog een DDZ voorbij. Een zesbaks DDZ. En dat blijft ook echt dat het nog een prachtige trein vind ik hoor, die DDZ. Hij rijdt zo weinig, maar als hij rijdt dan is hij toch echt altijd mooi en blinkend en schoon. Ik weet niet, ik vind dat vind ik wel een hele mooie trein op de DDZ. En de Willem die gaat natuurlijk ook helemaal in nieuwe stijl. Dus dat is wel gaaf. Zo. En dan zijn wij weer ruim een minuut op tijd aangekomen. Wat staat daar? Oh, 130. Dat zal hij zo wel aangeven, denk ik dan. Maar goed... Kom maar eerst langs Dordrecht-Zuid en dan zal hij denk ik bij... Ja, 60 zelfs. Nou prima, laat hem lekker even uitrollen. Dan komt het allemaal wel weer goed. Zo. Ik snap alleen niet precies waarom we 60 moeten, maar dat zal waarschijnlijk wel komen door een van die bochten die daar zo zit, of een wissel. We moeten natuurlijk daar een wissel over. En dan vervolgens naar perron of spoor 2A. En als ik al gezien had, Jerome die is alweer bezig om te bouwen naar Breda, dus dat gaat natuurlijk ook weer verschrikkelijk gaaf worden. Dus ik zou zeggen, laten we met z'n allen Jerome even aanmoedigen om door te gaan met bouwen. En go Jerome, op naar de Breda. Ik ben heel benieuwd wat je ervan gaat maken. Ook had verwacht dat we hier de wissel over zouden gaan. Dus ik ben heel benieuwd. En natuurlijk gaan wij er dan ook weer op rijden.
Zo. En dan gaan wij door naar perron 2A. En ik wil wel eens weten wat deze twee lampen betekenen. Ik zie wel eens bij mij hier in Zeeland, dan zijn er twee van die knipperende als er een trein komt. Dus dan zou er zeg maar een andere kant, zouden die... Hier zo, bedoel ik. Die zouden dan normaal knipperen, die linkse, als er een trein aankomt. Maar ik weet verder niet wat die dingen betekenen. Dus mocht iemand weten wat dat is, laat me het dan even weten. Ik ben heel benieuwd. Gaan we naar rechts. Lekker op de grens rijden van de ATB, daar hou ik van. Zoals de meeste mensen weten. En dan bedank ik je voor het kijken van deze aflevering van Train Simulator. Hopelijk vond je het een superleuke aflevering. Ik heb wel in ieder geval lekker een relaxte rit gedaan. En toch een leuk scenario. Ik vond hem in ieder geval super gaaf. Van mij krijgt hij echt een, verdient hij echt een like. En vind je dat nou ook? Laat het dan zeker weten met een duimpje omhoog. En dan zie ik je waarschijnlijk vrijdag weer met Farming Simulator. En anders zondag met een nieuwe Train Simulator. Bedankt voor het kijken en tot dan. Doei! En dat was Train Simulator weer voor deze dinsdag. Vond je het een leuke aflevering? Geef dan even een like. En zeg je nou van nou, ik wil wel wat meer zien. Dan kan je de video hierboven eventjes aanklikken. Dat is namelijk de vorige aflevering van Train Simulator. Aanstaande vrijdag ben ik er weer met een nieuwe Farming Simulator. En wil je dan alles eerst een update? Druk dan even hieronder op de rode abonneerknop. Bedankt voor het kijken en tot dan!